Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Liam is door Niels naar schooltje gebracht. Daarna is Niels gelijk gaan werken. Ik heb daarna Sam naar schooltje gebracht. Met Jordi samen. Toen ben ik gauw naar de winkel geweest. Ik heb Jordi ook al fruit gegeven. En drinken gegeven. En alles wat hij moet hebben. En wij moeten zo naar de huisarts voor controle. Dus dat ga ik maar eens eventjes doen. Jassen aantrekken en gaan met die banaan. Nou, wij zijn terug van de huisarts. En die vond het toch nog best wel lang duren. En die vroeg er eigenlijk heel erg af waarom dat die druppels heeft gekregen en geen drankje. Dus ze zegt, we gaan dat even goed aanpakken. Want hij moet binnenkort ook weer onder het mes voor botox. Hij moet gewoon volledig goed en gezond zijn. Ze zegt, we gaan een drankje doen. Hij heeft nou amoxicilline gehad. Moet hij voor een x aantal dagen hebben. Waarschijnlijk totdat het op is. Ik zal even kijken. Kuur afmaken. Ja. Dus ja. We gaan dat geven. Kan niet anders. Nou, na heel de ochtend geremd te hebben, heb ik Sammy opgehaald, Liam opgehaald. En even Niels aan de telefoon gehad om te vertellen wat de dokter had gezegd. Je hoeft, jij mag zo. En nu heb ik de kinderen op bed liggen. Ga ik zelf even wat eten en dan gaan we kijken wat de dag verder brengt. Oh ja, en Jordi heeft natuurlijk zijn amoxicilline al gehad. Daar hebben we gelijk even geregeld. Kindje ligt te slapen. En Niels ook. Kijk, tadaa. En ik had al wekenlang het idee om te bakken. Dat brengt mij rust. Dat brengt mij happiness, geluk. Dus ik heb appelvlaai gebakken. En hij is goed gelukt. Jee. Zo dadelijk maar even Niels wakker maken voor een lekker warm stukje appelvlaai. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Ja. Liam wil niet op beeld. Jordi zit bij de achterdeur. Je hoeft me niet uit te kleden meer. Nee, dat hoeft niemand te zien. Daar. 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 Dat zegt hij voor het eerste woordje. Ik mag uitslapen van Niels. Uitslapen? Tot 9:10. Ja, toen kwam je me wakker maken. Sta je op. Nou, is het toch uitslapen of niet dan? Ik heb uitgeslapen. Liam, heb je gescheten? Volgens mij wel. Dus ik ben net wakker. We gaan er zomaar eens even fruitje maken voor de kinderen. En dan was aanzetten en alles. Dan gaan we eigenlijk naar de kapper. Ja, om 11:30 heb ik geregeld dat de kinderen naar de kapper moeten. Dus, en papa. En papa, want het ziet er niet uit. Een beetje lang, hè? Ja. Oh, jij wel op de camera. Oké, wat ga je zeggen dan? Daar. Daar. Nou, dan weten jullie het. Vandaag gaan we een soort van fruit doen. Een soort van. Want ik heb natuurlijk gisteravond gebakken. En ja, ik vind wel dat mijn kinderen dat ook verdienen. Natuurlijk. Dus we gaan de appelvlaai bakken. Appelvlaai die ik heb gebakken, gaan we eten. Niels en ik hadden gisteravond al een stuk. En dat was lekker. Dus ja. Ik ga voor de kindjes appelvlaai doen. Nou ja, er zit appel in, dus misschien is het fruit. Laten we het gewoon een keer doen. Mes, bordjes. En we gaan eens even erop leggen. Nou, dus zo zit ik aan tafel. Jordi
Dit is eigenlijk niet de bedoeling, hè, meneer? Ga zitten. Goed zitten. Ik denk dat hij gewoon fruit wil. Zal mama nou fruitje voor jou maken? Liam wil niet. Ik denk dat die gewoon fruit wil. Hij is wel lekker. Nou, we hebben een gezond kind hoor, die wil fruit. Niels, is dat een kind van ons? Ja. Oh. Deze ook? Ja, die ook ja. Hoppakee, daar gaat hij. Daar zit ook eentje lekker te smullen. Kindjes zijn eentjes naar de kapper geweest. Jordi is weer lekker kort. Knap het. En Liam is ook weer lekker kort. En Sammy is weer lekker kort. Lekker allemaal nou eventjes aan het eten. En dan gaan ze raak lekker naar bed. Jij krijgt boterhammetje. Alsjeblieft. Dus ja, melkje ben ik aan het maken. Niels is nu bij de kapper. Die doet gelijk zijn baard en de hele shitzooi. Ervan pakken. Liam is ondertussen brood voor Jordi aan het pakken. Maak wel weer nieuwe, maakt me ook niks uit. Het kind vreet me tegenwoordig de oren van de kop af. Ja, hè? Ik geloof dat hij ook in de groeisput zit. Dus. Nou, de kindjes zijn allemaal gedoucht. Ze zijn allemaal weer fris en fruitig. Ik heb vandaag boodschappen gedaan. Ik ben boven bezig geweest. Morgenochtend weer even boven bezig. En dan ben ik een heel eind klaar. Mijn nagel is eraf geketst. Oh, in het leven. Hij focust niet. Daar. Oh, het doet zo'n pijn. Maar Liam is weer knap, fris en fruitig. Sammy is weer knap, fris en fruitig. En Jordi ook. Jordi heeft net ook zijn medicatie gehad. Daar kan alleen nog even orderen op als zijn jongen. En ik ben ook weer fris en fruitig. Dus ja, daar kan ik hier beneden nog even dingetjes doen en alles. En dan hoop ik toch dat ik wel weer een keer op mijn kont kan gaan zitten, want ik ben kapot. Maar goed, hè, dat dus. In naar de Ipperspont, Mick Schumacher in Bronio Joe, de twee kleine teams denken aan de eerste kar komt. En dan is voor het gratis pitstop. Aan de kant van het raam is dat we hem nu gaan maken. Maar Mick Schumacher heeft 20 seconden erbij en dan gaat hij terug naar plaats 13 bij Russell in de buurt. Daa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 
Daar zitten de twee ratjes. En hier is de kleine rat dus. Niels, wat ben jij aan het doen? Formule 1 aan het kijken. Max begint aan een snelbandje. Ja. Logisch. Die niet verder. Ik heb vannacht met hem een hele hoop zeven gehad. Meneer wilde niet slapen. Nee, hulp aan de kijk nu, maar dat is al een vraag van de kant. Ik ga het pas gaan blazen nu hoor. Je moet nu niet denken dat het allemaal even kan een steeds makkelijker is. Dit is echt op eieren. Voor zover als het kan. Dat is vanzelf ook al zien. Ik ga het voor de kap maar zelfs niet denken naar wat ik bij de lessen. En daar gaat dan Guang Yu Zhou uiteindelijk ook naar binnen voor. Dit is. Dan moet je niet allemaal lachen met Mick Schumacher. Eigen schuld. Ik ga de foto maken, maar hij heeft er wel onderweg echt helemaal niks aan. Zit van Johan 3.3. Niet heel goed, maar niet heel goed. En wat ook ziet, de poesje achter is de band ook goed. Dat is weer 18 van de seconde. Nou, zoals je ziet is Sam heel veel aan het lopen. Dit is ook de eerste keer dat ik het fatsoenlijk op beeld kreeg. Want iedere keer als we ergens een beeld wilden hebben, dan stopte hij, ging hij zitten. Leuk. Maar ja, dus hij is goed bezig.
Ik heb vannacht heel veel met Sammy gedaan. Oh, ik deed mijn vinger garen. Maar in ieder geval, ik heb vannacht heel veel met Sam gedaan. Want meneer wilde niet slapen. Dus ja, en ik wilde Niels wel laten slapen, want hij wilde vanochtend Max Verstappen zien. Dus ja. Maar goed, ik ga dadelijk eventjes beginnen met ontbijt maken. En dan ga ik boven aan de slag. Dat is vandaag mijn missie, boven helemaal klaar krijgen. Dus ja, we gaan het zien hoe het loopt. En ik ga nog een locomotief halen. Oh ja, ja. Niels gaat de locomotief halen. Van Jordi, die locomotief hadden we op Marktplaats gevonden hier in de buurt. En die gaan Niels halen. Het is weer zondag, dus mama heeft lekker ontbijtje gemaakt. Lekker, jongens. Lekker, vent. Ja, Sim. Voor Jordi heb ik ook, alleen dit zal hij waarschijnlijk niet eten. Dit ook niet. Maar hij krijgt het wel op zijn bordje, zodat we in ieder geval zeker weten dat we het blijven proberen. Dat is papa's bordje. Het is mijn bordje. Ik moet extra ei hebben. Om de spieren en alles meer eiwitten en alles te geven, zodat ik sneller heel. We gaan Jordi zijn eerste broodje geven. Is een broodje, dat vind je altijd lekker. Wauw. Ah, mooi hoor, juffrouw. Lekker, hè? Zeker wel, hè? En ze zullen wel een tieren lekker trekken. Oh, nee, mag mama dan niet aan. Nou, het is goed gekeurd. Hij heeft weer zijn buikje vol. En dan kan hij weer lekker veel lopen. En natuurlijk tv kijken. Dag. Dag. Ja, dag. Goed zo. Ja, zo je beertje. Oh nee, je aapje. Dag. Dag. Liam, waar ben jij? Oh-oh. Hey. Oh, betrapt. Nee. Ja, ik ben betrapt. Wat doen mama en Liam hier? Mama en Liam doen verstoppen, hè? Nee, mama en Liam die doen samen knuffelen en bank hangen. Wij doen bankzaken en beleggen. Dat is hier al. Ja. Dit. Maar lekker liggen bij mama. Mama die heeft vandaag een lui dag. Mag ook wel een keer, toch? Zeker. Daar. Daar. Nou, zoals jullie zagen heb ik merendeel van de dag lekker op de bank doorgebracht. Ik heb wel net even wat was gedaan. Ga ik na het eten even verder. Maar ik zei tegen Niels, ik heb geen zin om te koken. Niels frietjes halen. Niels heeft ook een tweede locomotief gehaald voor Jordi. Daar staat hij. Jordi is blij mee. Dus we wachten even op de frietjes en dan even eten. Ik doe het gewoon even rustig aan. Ik ben gewoon echt even moe. Moe. Dus ja, morgen is Niels vrij. Hij moet met Jordi naar, sowieso naar de oogarts. Ik vind het ook wel prettig om hem eventjes thuis te hebben naar al die zieke kinderen. Dus ja. En toen was het alweer de volgende dag en was ik vergeten af te sluiten. Dus bij deze, bedankt voor het kijken en tot de volgende.